Geliefde broeders en zusters. Waar zijn jullie? Deze vraag stellen we jullie omdat velen onder jullie gewoon handelen, zonder na te denken in het stramien van het leven leven. Er gebeurt heel veel op jullie aarde. De onrust is voelbaar. De energie stapelt zich op. Er zijn bepaalde factoren die alles in de hand houden. Vele overtuigingen, vele vooroordelen, spelletjes worden gespeeld. En toch mogen jullie niet wanhopen. Want het is door te wanhopen dat alles gevoed blijft. Daarom is het goed om intenties te sturen, om jullie mindset te veranderen. De manier hoe jullie denken kan alles bepalend zijn voor de uitkomst. Weet dat gedachten krachten zijn. Dit is al vaker gezegd. En het is ook zo. Het is een gegeven dat gedachten jullie wereld creëren. Jullie zijn de meesters in creatie. Weet ook dat er een balans is tussen yin en yang. Het goede en het minder goede. De dualiteit. Alles bestaat uit dualiteit in jullie wereld, opdat jullie hiervan zouden leren. Het is aan de sterkere van geest, van degene die in hun kracht blijven, die het voorbeeld zullen zijn of het voorbeeld zijn. Probeer jullie daaraan te spiegelen. Wat jullie zien is een spiegel van jullie zelf. Het is de creatie van jullie gedachtekracht die nu zich manifesteert. En misschien denken jullie van: wat kan ik als enig persoon doen? Weet echter dat één zandkorrel genoeg is
om iets in beweging te zetten. In een woestijn bijvoorbeeld. Eén gedachte, één sterke gedachte, kan alles veranderen. De manifestatie van jullie gedachten. We zouden jullie willen vragen om deze standvastig te houden. Om jullie altijd te blijven focussen op wat jullie willen. Jullie dromen van een nieuwe wereld. En in jullie gedachten hebben jullie deze gecreëerd. Maar eerst wordt het oude opgeruimd. Het oude dat een manifestatie was van andere gedachten. In de fysieke wereld duurt het langer eer de manifestatie zich echt tot ontplooiing brengt. We zouden jullie willen oproepen om de hoop niet te verliezen. Wat jullie ook zien, wat jullie ook voelen, wat jullie ook ervaren, blijf standvastig in jullie intentie van de nieuwe wereld. Het veranderen van jullie bewustzijnsniveau, jullie frequentie verhogen, het trillingsniveau. Ten slotte begint het allemaal in jullie zelf, in jullie hart. We hebben al vaak opgeroepen om naar binnen te gaan, om oude zaken op te ruimen, om jullie vooroordelen los te laten. Maar dat is een heel moeilijke oefening. En soms kan het snel gaan, maar meestal duurt het een tijdje, omdat het zich moet zetten. Het moet zich zetten, het moet een plaats krijgen. Vrijheid begint in jullie zelf. Het meester worden van jullie zijn. Dat betekent niet dat jullie alles moeten laten vallen. Dat jullie jullie wereld op jullie kop moeten zetten. Het betekent jullie echt vrij voelen en meegaan met de flow. Je zou het kunnen voorstellen als een soort van meditatieve status, waarbij jullie geest geen enkele begrenzing voelt. Dat gevoel roepen jullie het beste op. Want vanuit deze gemoedstoestand geraken jullie in een andere frequentie. Jullie zijn op een ander trillingsniveau. Het zijn mooie woorden, vrijheid van zijn, vrijheid in de geest. Maar
Wat is dat eigenlijk? Wat bedoelen jullie daarmee? Misschien is het voor ieder van jullie verschillend. De vraag is er een verschil in het zijn? Misschien is het altijd zijn. Ga in jullie hart en stel jullie open voor de vrede. Stel jullie open voor de liefde. Omarm het samenhorigheidsgevoel. Omarm het bepalend zijn. Het deel van uitmakend zijn van het grote geheel. Er is geen tijd. De tijd die jullie ervaren is enkel in jullie wereld van belang. Vanuit een hoger trillingsniveau bekeken, is er enkel het zijn, is er geen tijdsbepaling, want het vrijheid in zijn heeft ook te maken met het ervaren van tijd. Stel dat er geen tijd is, dan zijn jullie in het zijn en zijn jullie vrij. Vanuit de sferen van het licht, als broeders en zusters, wensen we jullie veel hoop toe, veel vreugde. Omarm deze tijd. Het is een zeer boeiende tijd, moment, want het is zo voorbij, in een flits, of het nooit bestaan heeft. Wij houden van jullie. Wij.